Dit is een puntstrip. Het is een strip met zeer scherpe tanden. En als je dunne stof hebt, doe dan eerst schilderstape over de tanden heen. Het is maar een tip. Dus in plaats van de stof te nieten en te naaien, passen we de puntstrip toe. Dit is de bedoeling. De puntstrip is verkrijgbaar in verschillende gewichten en sommige hebben grotere tanden dan de andere. Dat is bijvoorbeeld als je stoelen gaat bekleden met leer. De puntstrip buigt makkelijk, maar het hangt af van de scherpte van de hoeken. Soms moet je de strip afknippen met een metaalschaar en vanaf daar weer verder gaan. Bevestig de strip met nietjes in de gaten van de strip. Vouw dan de tanden iets naar beneden, ongeveer een kwart. Leg de stof over de rand van de puntstrip en vouw om de tanden heen met een haartrekker of met wat voorhanden is, bijvoorbeeld een schroevendraaier. Begin bovenaan in het midden en duw de tanden zo ver mogelijk naar beneden. Draai de rugleuning om, vouw de stof aan de onderkant naar binnen en druk de tanden naar beneden. Doe dit aan alle kanten totdat alle stof is weggestopt. Als laatste tik je met een houten hamer de tanden extra naar beneden. Ik gebruik daartussen een stukje stof om de stof op de rugleuning niet te beschadigen. En hier is het eindresultaat.